Ik speel Hugo. En Hugo is de vader van een meisje. Een meisje dat heel graag bij de wereld van de influencers wil thuishoren. En Hugo is een bezorgde vader die met zijn Hugo zijn, met zijn ex-militair zijn, naar die wereld kijkt en daar heel veel vragen over heeft. Die daarom graag die influencers uitnodigt op een verlaten plek in het bos. Om hen onder allerlei proeven te onderwerpen en eens te zien of dat zij wel echte mensen zijn. Het is een horrorfilm. Komt er bloed aan te pas? Heel veel bloed. Liters bloed. En dan zitten ze zo aan het filmen in de bossen, waar je ziet geen douche. Weet je wel? En ik woon in Oostende en dan moeten we dus van de Kempen naar Oostende. Zo om 6 uur 's morgens, want we filmen dikwijls 's nachts. Dan zo met mijn kop vol bloed in kalken en dan zie je die achter dat scherm. Er spelen ook echte influencers mee in deze film, naast een hele reeks jonge acteurs. Dan zie je hoe dat die mensen de hele tijd bezig zijn met die smartphone en aan het filmen. En een boom en een leuk effect op. En in wat voor een razend tempo dat dat gaat, hoe dat die de hele tijd content moeten leveren om iets te zijn wat dat ze misschien niet zijn. Enfin, voor mij is die wereld nog heel onbekend. Ik moet zeggen, Instagram, dat vind ik al heel snel gaan. Maar ik kan niet zo reels en zo, dat kan ik niet. De Sven de Ridder, die zei altijd, je moet dat doen en stories en dingen. Ik heb ooit eens met de Sven op een verlaten boot gezeten in het midden van de Middellandse Zee voor torpedo. En toen kreeg ik een berichtje van mijn vrouw, ik zie wel bij Sven de Ridder wat ik allemaal aan het doen ben. Vroeger moesten we een grote camera hebben om van alles te filmen. Dat moet al niet meer. Iedereen kan uw radio maken, iedereen kan uw filmpjes maken. En dat vind ik ook wel fascinerend aan heel dit gegeven, hè, als je werkt met die jonge spelers, maar ook met die influencers die in de film zitten. Je ziet dat het eigenlijk een nieuwe vorm van acteren is. Een nieuwe vorm van cinema maken. Daar moeten we nieuwsgierig naar zijn. Want ik denk inderdaad dat straks gaan ze zo filmen. Hè, persoonlijk hou ik heel erg van zo die stilstand, poëzie, rustig, een schone tekst, iemand zegt iets goed. En misschien kunnen die werelden wel naast elkaar leven.